Het gebeurt de laatste tijd vaak dat de elektriciteitsmasten van de EBS worden gebruikt om vlaggen, reclameborden en andere zaken aan te bevestigen. Deze reclameattributen zorgen ervoor dat de monteurs van het bedrijf last ondervinden bij het uitvoeren van werkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk. Ook de personen die deze spullen aanbrengen lopen gevaar, omdat ze dicht bij het hoogspanningsnet komen. Verder zorgen de attributen ervoor dat bij wind en regen er additionele storingen kunnen optreden. Het is ten strengste verboden om spullen te bevestigen aan elektriciteitsmasten van de EBS. Het bedrijf zal deze attributen verwijderen en de kosten in rekening brengen van de eigenaar CQ-opdrachtgever.